Hey Troy, wat ga je doen vandaag? Oh, het is Halloweenavond. Dat is leuk. Wat voor enge dingen zullen er gebeuren? Wie is dat daar? Zo te zien zijn ze al gekleed voor Halloween. Kijk Troy, het is Tony de Trein en Tina. Hoi jongens, jullie zien er spookachtig uit. Wat is er Tina? Oh, aha. Je wilt een Halloween parade organiseren. Ja, inderdaad Tony. Dat wordt niet een heel lange parade met alleen maar twee treinen. Oh jee, Tina zegt dat ze ook niet weet hoe ze de spoken moet laten zweven. Hoe in hemelsnaam organiseer je dan een parade? Kan jij iets bedenken, Troy? Dat wordt wel lastig. Waarom gaan we niet naar het pakhuis om Teddy te vragen of hij iets kan bedenken? Oké, perfect. Laten we nu gaan. Dan zijn we nog op tijd om te trick-or-treaten. Hoi Teddy. Was je aan het oefenen voor je kwaadaardige lach voor Halloween, Teddy? Dat was heel eng, Teddy. Goed gedaan. We hebben je hulp nodig voor Halloween vanavond, Teddy. Tina en Tony hebben versieringen gemaakt, maar ze kunnen ze niet laten zweven. Weet jij iets? Oké, aan de slag. Ik vraag me af wat voor spookachtige verrassing Teddy in petto heeft vandaag, Troy. Hey Teddy, die windmachines houden de spoken wel in de lucht. Kijk Troy, het is Dia de Muertos van de Mexicaanse traditie. Dat is een perfecte manier om de Halloween parade aan te kleden. Goed werk Teddy. Laten we teruggaan naar Tina en Tony de trein en laten zien wat we hebben. Hoi Tina, hoi Tony. Kijk, Dia de Muertos komt jullie spookachtige avond redden. Jullie parade gaat heel mooi worden. Tina, zou jij de lijnen aan Troy vast willen maken? Perfect. Oké, Troy, tijd om de Halloween parade te beginnen. Wauw, wat een mooie parade. De spoken zien er prachtig uit, Troy. Oh jeetje, je hebt me even goed laten schrikken, Troy.
Kijk dat nou. Ze vinden de spoken prachtig. Ah, Troy. Was jij dat? Tony de trein? Jij was het, of niet? Tina? Oh jee, volgens mij spookt het echt vanavond. Hey allemaal, kijk, het was Teddy maar. Wauw, dat was een spookachtige Halloween. En het was de mooiste parade van Treinstad, of niet? Kom op Teddy, sluit aan bij de parade. Fijne Halloween allemaal. Hoi Troy, wat een prachtige dag. Kijk, daar is Gravin Betty. Ze zit onder de chocolade. Gravin Betty, wat is er met u gebeurd? Waarom zit u onder de chocolade? U was paaseieren aan het voorbereiden om af te leveren bij de bewoners van Treinstad. En u wist niet hoe u de chocolade moest smelten. En daarom zit de chocolade overal. Oh nee. Inderdaad, Troy. Gravin Betty kan wel wat hulp gebruiken. Laten we naar het pakhuis gaan voor Teddy's hulp. Hulp is onderweg, Gravin. Hoi, Teddy. Gravin Betty was paaseieren aan het voorbereiden om af te leveren bij de bewoners. Maar nu zit ze onder de chocolade. Ze heeft hulp nodig. Kan jij Troy in een paastrein veranderen? Oké dan. Maak je klaar om in een paastrein te veranderen, Troy. Perfect. Inderdaad, een paasmand. Goed gedaan, Teddy. Troy is nu een paastrein. Kijk, Gravin Betty. Troy is er om te helpen. Hij is een paastrein. U zit niet meer helemaal onder de chocolade. Heeft u van de chocolade gegeten, Gravin? Ik vind chocola ook heel lekker. Troy, laat de Gravin meer chocolade halen, zodat er heel veel paaseieren gemaakt kunnen worden. Wauw, is dat chocolade? Eivormen. Dat is om de vorm van de paaseieren te krijgen. Wacht eens even, Troy. Je hebt iets nodig om de eieren vast te houden. Teddy heeft je een paasmand gegeven. Ongelooflijk. Wauw, de chocolade vormt zich als een echt paasei.
Oh. Huh. Chocolade en vulling. Lekker! De chocoladepaaseieren zien er goed uit. Mmm. Goed gedaan, Troy. Jij bent onze nieuwe paashaas. Laten we de eieren gaan leveren. Doeg, Teddy. Tot de volgende keer. Hoi, Troy. Ben je onderweg naar de berg vandaag? Veel plezier, maar wees voorzichtig. Oh jee, er is wel heel veel sneeuw hier. Hoi daar. Jij kijkt verdrietig. Wat is er? Oh jee, Taylor zit begraven op de top van de berg. Wat moet je nu doen, Troy? Goed idee. Laten we Teddy om hulp vragen. Wacht hier. We zijn zo terug. En dan gaan we Taylor redden. Teddy, we hebben een probleem. Taylor zit vast in de sneeuw op de berg. Kan je helpen? Perfect. Bedankt. Laten we beginnen. Troy, Teddy heeft je veranderd in een luchttrein. Goed idee, Teddy. Troy mag niet ook in de sneeuw vast komen te zitten. Laten we Taylor gaan helpen. Tot straks, Teddy. Geen zorgen. Troy gaat omhoog vliegen naar de top om Taylor te redden. Wauw, dat was ongelofelijk. Oh jee, er ligt wel heel veel sneeuw. Troy, ik zie bijna niks. Kijk uit, een lawine. Dat scheelde weinig, Troy. Troy is er, Taylor. Hij gaat je redden. Wauw, dat was ongelofelijk. Je bent er bijna, Taylor. Goed werk, Troy.
Oké dan. Nu van de berg af en een beetje opwarmen. Hout vol, Taylor. Het is gelukt. Yay! Doeg, Troy. Goed gedaan. Tot de volgende keer. Doei, Taylor. Terwijl iedereen uit Treinstad geniet van deze prachtige zonnedag op het strand, genieten heer Byron en dame Betty van hun tijd samen op het eiland. Zo mooi. Zo vredig. We kunnen ze beter waarschuwen dat er een scheur in de rails zit. Oh nee, heer Byron en dame Betty zitten vast. Doe dat niet, dame Betty, dat haal je niet. Je zult dat nooit halen. Oh jee, we moeten hulp halen. Hoi Troy, geen tijd voor een dutje. Je bent nodig bij het pakhuis. Ik leg het uit als we er zijn. Hoi Teddy, heer Byron en dame Betty zitten vast op het eiland. Kan jij hen helpen? Ik vraag me af wat dat is. Is dat alles, Teddy? Dat lijkt wel een watertank. Wat is er gebeurd? Zijn jullie allebei uitgevallen? Oh, jullie hebben geen stoom meer. Daar is Troy. Perfect, Troy. Maar heer Byron en dame Betty zitten zonder stoom en kunnen niet bewegen. Oh.
nu kunnen ze weer stoom maken om hun motoren te laten draaien. Teddy denkt ook overal aan. En weer samen. Gelukkig. Goed werk, Troy. En jij ook, Teddy. Doeg allemaal. Tot de volgende keer.